De samenwerkende vakbonden 1 staat tot 6 geven de regering 2 weken de tijd om alle getroffen maatregelen terug te draaien. Als dat niet gebeurt, zullen de vakbonden hun leden oproepen om actie te voeren. Dit besluit is vanmiddag genomen tijdens een persconferentie op het terrein van de KOB. De dienst der belastingen geeft aan dat de vakbonden moe zijn om naar de beloftes van de regering te luisteren. Zij heeft samen met haar collega's besloten dat er drastische maatregelen genomen zullen worden als er niet naar hen wordt geluisterd. Regering, u krijgt van de vakbonden samenwerking 1 staat tot 6, 2 weken de tijd om gehoor te geven en deze punten te realiseren. Anders gaan we genoodzaakt zijn en gedwongen zijn als vakbondsleiders, als Ranamang, om een oproeping te doen naar de samenleving. Luistert u naar ons. 2 weken de tijd. De samenwerkende vakbonden zijn van mening dat de regering geen rekening houdt met de samenleving en dat iedereen armer wordt. Volgens Imro Edam en Lloyd Pool, bondsvoorzitters bij het Slans Hospitaal en het AZP, moet de dreiging van de vakbonden niet met een korreltje zout genomen worden. En ik ben bang dat men goed misbruik zal maken over die corona-gedoe. Corona gaat niet meer weg. Dan moeten we aan de kant lijn zetten totdat we allemaal sterven. Niet door corona, maar door een jeugdse regering die alles wist. En omgekeerd zien we dat. Het omgekeerde nu. Dus om concreet antwoord op uw vraag te geven. Of het verstandig is of verantwoordelijk. Ik denk dat u de regering dat eerder zou moeten vragen. Dat we leven in een coronapandemie. Maar je purbasu karta fusma. Dat we leven in een coronapandemie. Dat je pina volk moro. Dat volk noemen, denk je corona, want am kosuku en libi van overleef. Waarover praten we? Corona gaat niet meer weg. Tijdens we bezig zijn met dialoog, heeft de regering besloten keuring van rijvoertuigen op te krikken met 300%. Van waar moet het volk het toveren? We kunnen niet meer. En tijdens we bezig zijn, merken we dat ook de omzetbelasting is verhoogd naar 12%. Toch? Hoeveel moet je nog in dialoog gaan? Dat betekent voor mij, ook hier voor mijn collega's, dat de regering niets te maken heeft met wat de vakbeweging zegt. Hoe deel dialoog maar met de Samwani, met druk de Sandor. En wij zijn van mening dat dat niet meer kan. We zijn niet hier, laat dat duidelijk zijn, omdat wij ruzie hebben of tegen onze andere vakbondscollega's zijn. Nee, wij kunnen het niet meer aan. Het wachten zijn we beu, want tijdens je wacht worden er heel wat andere maatregelen doorgevoerd en dat kan niet. Lloyd Pool en daarvoor Imro Edam, respectievelijk bondsvoorzitter van het AZP en het Slans Hospitaal. Edam leidt ook de bonden bij het streekziekenhuis Marwina en het regionaal ziekenhuis Wanica. De samenwerkende vakbonden blijven op het gestelde ultimatum van 2 weken, binnen welk de regering de maatregelen in het kader van het herstelplan moet terugdraaien.